Na de indiening van de petitie door arbeiders van de energiebedrijven Suriname, werknemers van energiebedrijven Suriname, heeft de president dan ook de pers kort te woord gestaan, waar dan aan de president is gevraagd of deze zaak voor wat betreft EBS voor hem toch wel een moeilijke case is, gelet op het feit dat het in deze gaat om zijn jongere broer die directeur is bij de NV-EBS. De vicepresident die gaf eraan dat voor hem in deze niets te maken heeft met zijn jongere broer. Als er daadwerkelijk fouten zijn gemaakt, dienen die dan ook gecorrigeerd te worden. Vervolgens is er ook aan de minister van Arbeid gevraagd, Stephen McAndrew, hoe hij kijkt naar deze case en of er ook ontslag is ingediend op zijn ministerie. Verder heeft ook de minister van NH, David Abiyamofo, kort gereageerd op de case EBS. Ja, VP, wordt deze zaak alleen maar complexer omdat het hier gaat om een jongerenbroer? Nee. Als het gaat over werk, dan zonder aanzien des persoon. Dan gaat het niet over jongere broer of geen jongere broer. Dat interesseert me niet. Je bent leiding van het land en dan, dat betekent dat je voor iedereen. Toevallig dat hij leiding geeft daar bij IBS, wil niet zeggen dat omdat het gaat over Leo, dan nee. Wanneer je iemand ontslaat en er zijn grondige redenen of er zijn rechtvaardigheden, je kan dat rechtvaardigen, dan staan we achter jou. Maar wanneer dat niet gerechtvaardigd kan worden, dan gaan we kijken. Dat ding is hoor en wederhoor. En wij als legering gaan niet zeggen van, ja, EBS heeft al een besluit genomen en wij gaan niks zeggen. Nee, we gaan de directie oproepen. Maar we begrijpen van de heer Herrings dat het hier om zaken gaat die al maanden spelen, PP. Was u daarvan niet op de hoogte? Nee, ik ben... Hoe ik hier ben, ik bemoei niet met zaken. Als, zolang een bedrijf of een directie niet iets bij ons deponeert, gaan we ons niet daarmee bemoeien. Ja, ik kan niet, als ik moet gaan luisteren naar de social media, alles wat er gezegd wordt, dan word je helemaal gek van. Ik luister alleen maar, vandaag zijn die mensen formeel hier gekomen, ze hebben een brief gedeponeerd, dan ga ik daarop werken. Maar heeft de RVM stukken getekend voor aanschaf van voertuigen voor de EBS? Ik ben daarvan niet op de hoogte. Zou je daarop even kunnen ingaan als arbeidsminister? Wel, ik ben niet helemaal op de hoogte van die case. Ik heb alleen vanuit de media vernomen wat er zich heeft plaatsgevonden. En als het ontslag wegens dringende reden is, is de procedure dat er een ontslagmelding moet worden gestuurd naar arbeidsinspectie, die dan zal toetsen als het gerechtvaardigd was of niet. Is dat geweest? Ik heb geen bericht gehad voor arbeidsinspectie op dit moment. Maar er is een... wettelijke verplichting dat er een melding gemaakt moet worden. Bij er is nu heel veel arbeidsonrust bij de EBS. Mm-hmm. Ja. Wat is de rol van uw ministerie in deze? Wel, je hebt een bemiddelingsraad voor geheel Suriname. Als partijen vinden dat er bemiddeld moet worden, dan kan een van de partijen een beroep doen op de bemiddelingsraad. Dus als ministerie hebben we als zodanig geen rol, omdat er toch wel instituten zijn die in het leven zijn geroepen voor dergelijke omstandigheden. Maar de gronden voor ontslag, in deze case de gronden voor ontslag? Ja. Wel de diefstal of van bedrijfsspionages kunnen gronden zijn voor dringende redenen, ja. Net zoals geweld, diefstal, noem maar op. De case EBS, want de mensen zijn ook vanmorgen hier geweest. De minister zelf, hoe kijkt u naar deze case? De OAS, ik moet me nog verdiepen in de bijzonderheden, wat voor mij belangrijk is. En daarmee heb ik me bezig gehouden de afgelopen periode. Is de stroomvoorziening naar de samenleving toe. Dus dat is mijn prioriteit. En voor nu heb ik de overtuiging dat het veilig gesteld is. Dus dan heb ik de ruimte om... Maar te verdiepen in de bijzonderheden met betrekking tot die kwestie. Belangrijk is voor mij als minister van Natuurlijke Bronnen de stroomvoorziening naar de samenleving garanderen. Ja, de bond heeft aangegeven, minister, met zoveel woorden, dat de spanningen al maanden gaande zijn.
Was u daarvan op de hoogte? Nee, ik ben niet op de hoogte van spanningen.